Toen vrijdag de 27e mei was aangebroken, marcheerde de harmonie Thomas à Kempis onder leiding van de heer Van Bremen uit, gevolgd door de christelijke muziekvereniging David onder leiding van de heer Van den Berg ter opening van de feestelijke dag. Zwolle had zich bovendien in feestkledij gestoken, zoals de erepoort op de oude vismarkt liet zien. En toen was het bezoek aan de provincie werkelijkheid geworden. Het koninklijk paar was officieel voor 3 dagen in Zwolle te gast. Zwolle wilde dan ook niet enkel met een straatversiering laten zien hoezeer dit bezoek op hoge prijs werd gesteld. Zwolle deed dat met een grote historische optocht waaraan rijk versierde praalwagens deelnamen. In het grensgebied van de gemeenten Blok Zijl en Vollenhoven maakte men zich op het koninklijk paar te ontvangen. De bijzondere vrijwillige landstorm rukte ook hier uit voor het militaire eerbetoon. Het nieuwe met turf gestookte gemaal Strooyink, dat de naam ontleende aan de dijkgraaf van het betreffende waterschap, was het punt van samenkomst van BVL, autoriteiten en bevolking. Langs de trambaan, de verbinding van Blok Zijl met Zwolle, inspecteerde Hare Majesteit de daar opgestelde erewacht van landstormers.